En samen met mijn ponies Poppa en Londa beleef ik de leukste dingen. Beleven jullie onze avonturen gezellig mee? Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie een staltour. Dat is namelijk heel vaak aangevraagd, want ik had het jullie namelijk gevraagd op Instagram wat jullie graag wilden zien. En een staltour kwam daar heel veel in voor. Dus ik dacht, ik neem vandaag een staltour op. Dus ik ga nu naar het begin van de stal en dan zal ik jullie alles laten zien. Nou, we beginnen dus hier. Hier is het pad. Dan rij je hier zo het pad op en dan is hier het hele terrein. Hier is dus de grote schuur waar alle stallen staan. En dit is gewoon zeg maar echt bij het huis hoor. Dat is nog een stuk schuur van hun. Maar vanaf daar, van de deur, begint echt de stal. Nou, zoals jullie weten stond hier eerst de mesthoop. Maar die hebben ze dus weggehaald. Die is dus nu helemaal daar naar achter. Dus eerst stonden hier een paar trailers. Maar die zijn nu een stuk naar achter gegaan. Zodat hier veel meer ruimte is. Want ze hebben ook heel veel trekkers en machines. Dus ze hebben ook de ruimte nodig. Nou, dan begint daar ook het land. Dat loopt helemaal zo door. En dat loopt helemaal door tot daar. En dat gaat dan weer helemaal daarheen. En ook weer hier een stuk terug. Nou, ik zal even hierheen lopen. En ik! Hier is dus het land waar onze twee koetjes staan. Ze hebben hier namelijk op stal twee kleine koeien. Hè? Waar zijn ze? Oh, daar is er één. Die zwarte daar. En die bruine... Weet ik. Oh, die staat daar. Daar is die. En dit is dus het land van hun. Super groot, maar wel lekker voor ze. En dan is hier een stalletje. Zo kunnen ze hier lekker staan. Echt super schattig zijn ze. Kijk, lekker met vlas erin. Echt super leuk. En deze hebben de mensen gewoon voor de leuk. Gewoon leuk voor de bij. En ze vinden het gewoon leuk om die te verzorgen. Oh, kijk, hij komt er al aan. Hey! Oh! Nou, dit is leuk. Ja, je bent heel lief. Ga maar lekker gras eten. Ik ga door. Nou, er staan hier dus alle hooibalen. En voor de rest kom ik hier eigenlijk nooit, want we gaan eerst even naar de paddock toe. Nou, dan gaan we hier dus naar de paddock toe. En hier is ook de paddock van mijn ponies. Kijk, hier staat Poppy. En daar staat Lonnie. Dit zijn dus onze twee paddocks. En dan hier zijn er nog meer. En daarachter zijn er ook nog twee. Hey Lonnie, sta je lekker? Hier is dus ook gelijk het land. En wij hebben meestal deze hele lange strook. Dan is deze van Mark en daarachter nog van Caroline. Hier staan dus nog twee ponies. Dit is Arturo en dit is Doekie. En daarachter staan nog... twee schimmels, scherfstellen, kleine Morris en Hayo van Romy en Tess. En dan hoort dit land er ook nog helemaal bij, tot aan die boompjes daar. Iets meer terug, maar ongeveer tot daar. Dus dat is echt super veel land. Heel erg mooi. Dus dit zijn eigenlijk de paddocks aan deze kant. En dan zal ik nu even naar binnen lopen. En dan zal ik daarna nog even de paddocks daarachter laten zien. Ik heb jullie net de paddocks laten zien en nu zijn we aangekomen bij de schuur. En hier zijn dus alle paardenstallen. Nou, als eerst hier gewoon de schuurdeur en dan komen we hier binnen. De twee opties. Naar links en naar rechts. En mijn ponies staan aan die kant, maar hier zijn ook stallen. Nou, hier zit altijd het hooi. Een groot hooibaal, die is net weer neergezet. En dan zijn hier de kasten. Dit is mijn kast en dan loopt het nog daar tot achter en hier nog om het hoekje. Ook nog een paar kasten. En dan hebben we hier dus de wc's en de kantine. Dat is hier dus. Zo. Dus dat is hier, hier nog een kraan voor je bit af te spoelen bijvoorbeeld. En dan is hier dus de ene kant van de stalgang. Even kijken, dit zijn 2, 4, 6 stallen. Dus we hebben in totaal 16 stallen. Want aan de andere kant is één grote box voor eventueel een merrie met de veulen. En op die andere is een poetsplek. Dus we hebben in totaal 16 stallen. Nou, hier zijn er dus 4 van vol. De eerste 4. En de achterste 2 zijn dus leeg. Nou, hier is ook gewoon weer voer en zo van die mensen die hier staan. Maar gaan we hier dus door de schuifdeur heen. Zo, lekker overbelicht.
En dan komen we hier aan bij ons, bij onze binnenbak. Dit is dus een longeerbinnenbak. Super fijn om te longeren als het regent bijvoorbeeld. En dan hierachter staan nog een paar balken van mij. Die liggen hier. En voor de rest staan hier de machines van de mensen die hier wonen. Hier longeren wij dus best wel vaak. Nou ja, heel vaak. In ieder geval hier longeer ik als ik ga longeren. En dat is gewoon super fijn. Er staan hier nog een paar cavalletti's. En dan draai ik nu de camera om. Dan hebben we hier dus een deur. En deze is dus richting de buitenbaan. Nou, als eerst staan hier een paar bankjes. En net waren we daar in de kantine. Dit is dus onze buitenbaan. Hele fijne bodem. Eigenlijk altijd goed, dus dat is super fijn. Er zit daar nog een kruiwagen voor de mest. Hier zijn ook ramen. Dat je zo naar de binnenbak kan kijken. En achterin hebben we ook nog een spiegel, dat is super fijn. Dit is dus een hele fijne baan. Hij is iets groter dan een normale 2040 bak. Hij is volgens mij 25 breed en 45 of 46 lang of zo. Dus iets langer. Helaas heeft hij wel een, ja, een rare hoek, want hij loopt zeg maar gewoon zo. Het is geen hoek, maar hij is gewoon zo, dus hij is een beetje afgeknikt. Dat is wel jammer, maar omdat de baan iets groter is, heb ik daar eigenlijk nooit last van. Nou, daar hebben jullie net dus al de binnenbaan gezien voor het longeren. En dan is hier de andere schuifdeur en dit is dus de schuifdeur naar mijn kantje. Hier zijn dus de kruiwagens, want wat ik dus al zei is de mesthoop dus verplaatst, want die is niet meer hier. Maar wacht, daar gaan we zo wel heen. We gaan eerst wel hierheen. Maar die is dus daarachter naartoe gegaan. Kijk, dit is dus onze stalgang. Hier is de stal van Poppy, hier is de stal van Lonnie. Dit is mijn opslagstal. Zie ik mijn balen staan, mijn concourskast. Kast met alle shampoos en zo, en borstels. Deze stal is ook bezet en deze ook. En dan hebben we hier nog de stal van Mark. Hier staat zijn kast in en ook zijn glasbalen en zo. Voor de rest zijn al deze boxen dus leeg. Dus er staan super weinig mensen op stal. Eigenlijk vind ik het wel heel erg fijn, want er is altijd een rust. Het is belangrijk voor de paarden dat ze genoeg rust hebben. En dat hebben ze hier echt. Dus dat vind ik super fijn aan deze stal. Nou, hier hebben we nog een stal met wat grasmaaiers erin en zo, maar dat is natuurlijk niet allemaal van ons. Hier is eigenlijk helemaal niks van ons, alleen deze twee boxen. Dan hebben we hier dus de twee poetsplekken. Hier poets ik eigenlijk nooit. Hier zadelen meestal de andere op, maar ik heb ze gewoon tussen twee touwtjes staan daar. En hebben we hier nog de wasplek. Nou, die gebruik ik wel heel vaak met mijn vieze pony Popeye. En dan zijn we hier dus weer bij de deur aangekomen richting de paddock. Maar we gaan nu de andere kant op, want ik zal jullie even nog de mesthoop laten zien en de paddock daarachter. Zo. Dan zijn we hier weer bij de binnenbaan. Hier de buitenbak. En dan hierachter zijn dus nog twee paddocks, helemaal aan het einde van de schuur. Hier staat Thomas. Hey Tommy, hoe is het? Ben je lekker aan het eten? En daar staat Reven, de pony van Mark. Dus hier zijn ook nog twee paddocks. Super fijn. Hier ook weer twee ramen en dan is hier zeg maar weer de binnenbak zo. Tadaam. Dan hebben we hier dus ook nog een stukje land, maar dit zijn ze helemaal aan het opknappen. Ze zijn alles aan het rechtmaken en zo. Ze zijn al die bomen aan het weghalen, dus is hier nu een beetje een zootje. Maar dat wordt vanzelf allemaal weer netjes, want ze zijn heel druk bezig met opknappen. Dus het wordt super mooi al. Kijk, hier is dus de mest ook naartoe gegaan. Die stond natuurlijk eerst helemaal voor bij de stal. Maar die hebben ze nu hier naar achter geplaatst. Eigenlijk super fijn, want nu is voor veel meer ruimte. We moeten wel iets langer lopen, maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Want ze hebben hier dus een deur gemaakt. Want daar was eerst mijn poetsplek. Kijk, die hebben ze namelijk hier gemaakt. Dus nu lopen we gewoon hier doorheen. Dus hier staan de kruiwagens. En dan zijn hier alweer de stallen. En dat
dat was alweer het einde van de stalletour. Wat ik dus zei, hebben we niet een mega grote stal, maar het is wel super fijn omdat er zo weinig paarden staan. Dus onze ponies hebben hier ook vet veel rust en dat vind ik gewoon super belangrijk. En wij staan hier gewoon echt super fijn. Er is goed hooi. Ze checken alle ponies altijd goed na. We moeten natuurlijk wel zelf binnen en buiten zetten, maar hun voeren wel af en ze voeren 's morgens. Dus ze kijken alles heel goed na. Dus dat vind ik heel erg fijn aan deze stal. Het is natuurlijk niet het allerluxste, maar ik sta hier gewoon super fijn omdat we ook alles op onze eigen manier kunnen doen. Want we kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer ze naar buiten gaan. Zelf wanneer ze naar binnen gaan. We kunnen zelf bepalen wat voor voer ze krijgen. Dus dat vind ik super fijn aan deze stal. En het is ook gewoon super gezellig. Want er zijn ook gewoon veel mensen uit het dorp. Dus die kennen we ook super goed. Dus dat is altijd heel erg leuk als ze dan met z'n allen hier zijn en zo. Dus ik heb het hier nog steeds naar mijn zin. Ik hoop dat jullie deze stal toe erg leuk vonden. Vergeet dus zeker geen blij duimpje omhoog te doen. En natuurlijk je om te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!